We zien hier weer ons motorblok en we zien hier een stukje tekst. Dat is gewoon puur 2D tekst. Hier staat CONDECAM, CADCAM 3D. Deze tekst hebben we gemaakt met tekenen, tekst maken. Nu willen we deze tekst willen we projecteren op het motorblok, dus op dit gebied. Hiervoor gaan we even naar de boom en selecteren met de muis de polylijnen, oftewel de tekst. Dus dit zou ook een logo kunnen zijn. Het maakt niet uit als het maar een polylijn is. In dit geval is het tekst. En we vergroten hem even hier weer uit. En we gaan nu naar 3D frezen, contour projecteren. We lopen het even af. We gaan naar gereedschap. We gaan een klein puntfreesje definiëren met een diameter van 1. We gaan naar de bewerkingsparameters. We gaan toegift precies aan de maat gaan we maken. De diepte wordt 1 mm, waarbij we dat in 2 stappen zullen doen. We gaan meelopend frezen, in ieder geval 1 richting in. We gaan even kijken naar de in- en de uitloop. We gaan er gewoon loodrecht inzakken. En we gaan 4 mm boven ons materiaal tussen de letters oversteken. We gaan even naar de begrenzing. In Z. In dit geval zullen we dat niet doen, is het niet van toepassing en we zullen alleen op het model bewerken. Hoewel dat in dit geval ook niet zal uitmaken omdat het binnen het gebied van dit vlak ligt. De voeding zetten we even op 20.000 toeren. Freesvoeding op 1000. Inlopen en de voeding omhoog 2000. En we klikken op OK. De baan wordt berekend. Je ziet hier een aantal gereedschapsbanen die niet helemaal goed zichtbaar zijn. Dit omdat de NC-baan 1,5 of 1 mm diep ligt in het product. We zouden dit wel kunnen zien als we even selecteren en dit vlak selecteren en even uit gaan zetten, onzichtbaar. Je ziet nu in één keer de tekst verschijnen, dat die in 2 stappen naar 1 mm diepte zakt ten opzichte van het gekromde oppervlak. Je kunt dus met deze functie allerlei contouren, inclusief logo's, op een willekeurig 3D oppervlak projecteren en uitfrezen. Probeer dit zelf ook eens met het eigen logo van bijvoorbeeld het bedrijf.